Heyo gasten, mijn naam is de heer Daan Games en ik breng jullie hier deel 2 van Team Captain de heer Daan. In deel 1 kreeg ik een aantal comments in de comment section van mensen die dachten dat het serieus was. Van mensen die dachten dat ik serieus Team Captain wou zijn. Nou, tegen die mensen wil ik even zeggen, het is een grap. Er bestaat helemaal geen Team Captain op Call of Duty Black Ops 2 en het is puur en alleen voor een grap gedaan en om voor jullie een leuke video te maken. Dus nogmaals, ik wil helemaal geen Team Captain zijn. En ten tweede, er bestaat helemaal geen Team Captain. Ik hoop dat jullie deze serie leuk vinden. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En tenminste ook wel iets lachen. Op mijn eigen kanaal staan nog meer Team Captains en gewone normale commentaries. Jongens, dit is deel 2 van Team Captain de heer Daan. Tonkata 99. Ja? Ik wil graag dat je dit hele potje naar mij luistert. Ik ben de team captain dit potje. Je noemt mij team captain de heer Daan. Wat? Ik ben de team captain dit hele potje. Ik wil graag even weten wat je gisteravond hebt gegeten. Ik? Ja? Even denken, vriend. Ten eerste, ik ben niet jouw vriend. Ik ben jouw team captain. Ik ben de leider van dit potje. Sniper! En denk jij, jij bent broed of zo? Nee, ik ben de leider van dit potje. Wat heb je gegeten? Wat boeit jou dat? Ik wil het graag weten, want op 100% concentratie is het belangrijkste van het spel. Dus ik wil graag even weten wat je hebt gegeten. En wat heb je gegeten? Ik wil graag antwoord nu. Jij? Weet je wat ik heb gegeten? Nou? Jouw moeder. Die kun je denk ik niet echt eten. Of tenminste, ik denk dat dat niet echt heel lekker is. Ik wil graag een serieus antwoord nu. Wat heb je gegeten? Hoezo eten? Hoezo? Omdat eten deel uitmaakt van je concentratie. En bij Call of Duty is op een stuk concentratie de strengste belangrijk. Dus wat heb je gegeten? Graag een eerlijk antwoord. Ik heb jou gegeten. Hoezo? Heb je mij gegeten? Ben je nu ook al homo? Jongeman, ja. Wat heb je gegeten? Ik wil het nu weten. Even denken. Jou. Hoe laat ben je gisteren op bed gegaan? Even rust. Ik denk. Gisteravond. Of nu? Wanneer? Je gaat nu 0 om 4. Dit is slecht, dus ik wil even dat je van wapen verandert. Ik hoor jou niet. Ik hoor alleen maar bla 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 of zo. Ik weet niet. Tonkata. Ja! Is je vader of moeder in de buurt? Ik denk je. Ja, hoezo? Mag ik die even spreken? Waarvoor heb jij nodig? Ik wil die even spreken. Waarvoor heb jij ze nodig? Ik wil die even spreken. Is goed. Even roepen. Ik ben er. Ik wil even je vader en moeder. Ja, wat is er? Hallo, een hele goede avond. Mijn naam is Daan. Ik ben team captain. Ik ben team captain op dit spel. Uw zoon is gewoon te jong om dit spel te spelen. Er komt zoveel agressiviteit kijken bij dit spel. Dat is gewoon niet normaal. Dat is echt normaal. Ik wil dat u tegen uw zoon zegt dat hij per vandaag dit spel niet meer mag spelen. Jij bent niet normaal. Wat zei u? Jij bent niet normaal. Ik ben zeker wel normaal, meneer. Wij zijn... Ik ben normaal. Echt wel. Ik ben echt wel normaal. Ik weet echt wel wat ik doe. Dit spel is voor 18 jaar en ouder, meneer. Uw zoon is 13 jaar. Zeker? Dit is te jong. Ik wil dat uw zoon per vandaag niet meer op Call of Duty verschijnt. Anders ga ik hier een melding van maken. Goed, is goed. Ga slapen. Ga lekker slapen. Anders ga ik hier een melding van maken. Hoezo? En er komen de ernstige gevolgen. Waaronder een boete van 2300 euro. Dank je. Dank je. Dank je. Hoe oud ben ik? Hoe oud u bent? Hoe oud ben je? Ik hè? Ik ben oud genoeg. Oud genoeg om dit spel te spelen. Oud genoeg om voor team captain te spelen. Ben je zo oud? Ben je 100 jaar? Wat zei u?
Helemaal niet, man. Jawel, u zei wel wat. Nee, nee. Ik vraag het nu ook even aan u. Uw zoon wou niet reageren. Wat hebben jullie gisteravond gegeten? Dat interesseert jou toch niet? Dat interesseert mij zeker wel. Concentratie is uitermate belangrijk bij Call of Duty Black Ops 2. Ik vraag er nog één keer. Wat hebben jullie gegeten gisteravond? Kaas. Kaas? Ja. Had u geen tijd om eten klaar te maken? Normaal fatsoenlijk eten. Denk aan aardappeltjes. Wat interesseert jou dat? Dat interesseert mij, dat heb ik net ook al verteld, omdat concentratie uiterst belangrijk is bij Call of Duty. Ben ik psycholoog of zo? Wat zei u? Hij vraagt jou of jij een psycholoog bent. Ik ben... Ja. ik ben niet alleen een psycholoog. Niet alleen een psycholoog. Zeg je? Ik ben psycholoog. Ik ben team captain. Ik ben psycholoog, team captain en overigens een hele hooggestudeerde. Ook werk ik voor het Call of Duty INC bureau, Incorporations bureau. Ik kan dit zo doorgeven aan mijn hoofd, aan mijn hoofdafdeling. Dat uw zoon, die jonger is dan 18 jaar, illegaal Call of Duty speelt. Ja, ik ben 16, wat is het? Net was je nog 13. Vrij land.